Op bedrijventerrein Kerkenbos in Nijmegen is vannacht een zeer grote uitslaande brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden. Het nablussen duurde nog tot het begin van de middag. Er raakte niemand gewond. De brand werd volgens de veiligheidsregio rond 4:30 vanochtend gemeld. De brandweer rukte direct met groot materiaal uit. Ook korpsen uit Wijchen werden opgeroepen. Volgens ooggetuigen was de vuurzee enorm en sloegen de vlammen tientallen meters uit. Ook verspreidde het vuur zich razendsnel. Er kwam bij de brand veel rook vrij die zich over de wijde omgeving verspreidde. Rond 9 uur was een groot deel van de wijk Het Broek hierachter in Lindeholt nog in een dichte rookwolk gehuld. Bewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en eventueel aanwezige mechanische ventilatiesystemen te sluiten. De veiligheidsregio zegt dat bij de brand geen asbest is vrijgekomen. In het pand zijn meerdere ondernemingen gevestigd. Het grootste deel wordt gehuurd door bedrijf Alba, dat bootonderdelen verkoopt. Het vuur is overigens niet overgeslagen naar omliggende panden, zoals het naastgelegen restaurant Orient Plaza of tankstation Esso. Gemeente Nijmegen heeft eisen gesteld aan het leegstaande Carolus-pand en plein 44 in Nijmegen. Het gaat zowel om eisen richting de aanwezige krakers als richting de pandeigenaar. De krakers mogen er niet overnachten en het pand alleen gebruiken voor de aangekondigde culturele activiteiten. Hierbij mogen de kelder en etages niet worden gebruikt in het kader van brandveiligheid. De gemeente zal hier regelmatig op controleren. Daarnaast stelt de gemeente de eis aan de pandeigenaar om voor 1 november met een tijdelijke invulling voor het pand te komen. Zij vindt dat leegstand op zo'n beeldbepalende plek in het centrum een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid. Met een plan voor het pand kunnen ook de krakers worden gesommeerd te vertrekken. Er zijn te weinig vrijwilligers om de volgende editie van de Batavierenrace door te laten gaan. Dat meldt studentenmagazine Fox, als er niet binnen 2 weken voldoende studenten gevonden zijn die de organisatie op zich willen nemen, gaat er een streep door de populaire estafette-race van Nijmegen naar Enschede. De oorzaak ligt volgens het bestuur van het evenement bij de toenemende studiedruk en de mogelijke langstudeerboete. Als de nieuwe Batavierenrace wel doorgaat, vindt deze plaats op 9 en 10 mei 2025.